Tot voor kort waren deze huizen goedkope huurwoningen. Woningbouwvereniging Het Oosten wil de huizen nu opsplitsen tot dure koopappartementen. Hier komen dus 20 vrije sector koopwoningen. Die kosten 300.000 tot 350.000 gulden per stuk. En 6 luxe huurwoningen, die kosten 945 gulden per maand. Sociale woningen worden er niet meer gebouwd. Er verdwijnen hele grote hoeveelheden sociale woningen worden gesloopt om die koopwoningen te plaatsen. En de hoeveelheid sociale woningen is drastisch afnemen door splitsingen en dit soort renovatiewerkzaamheden. De bezetters zullen de panden niet verlaten tot deelraad Oud-West zich uitspreekt tegen de afbraak van de sociale huisvesting.